Where there's a need, there is a lion. Dit zegt Rinette Giocarto, president van de Lions Club Paramaribo Noord. Zij sprak vanmorgen na de overdracht van een speeltuin aan de stichting Abrabroki Saron en omgeving APSO. De Lions Club Paramaribo Feliz is er in november 2017 een fundraisingsproject uitgevoerd met het doel de opbrengsten te doneren aan een sociaal doel. Het inrichten van de speeltuin te APSO is onderdeel hiervan. Dagelijks kunnen meer dan 150 kinderen gebruik maken van deze speeltuin, als ook lokale buurtscholen voor de gymlessen. Giocarto zegt dat Lions Club Paramaribo het belangrijk vindt dat kinderen zichzelf kunnen zijn. Irene van Dijk, president van de Lions Club Paramaribo Feliz, zegt dat sport en spel samengaan in de opvoeding. Dit is een mooi project geworden voor de kinderen van APSO, vervolgt ze. Het voelt echt prettig aan dat je de kinderen hebt voorzien van iets dat eigenlijk hard nodig is. Vooral bij de opvoeding. Dat er spel moet zijn, sport en spel. Dat maakt dat de kinderen dan ook op een veel hoger niveau komen in hun ontwikkeling. En dat ze ook beter kunnen leren. Het gaat samen, hè? De ontwikkeling van de geest, ontwikkeling van het lichaam. Als we dat samen hebben, dan heb je een perfect kind. We waren eigenlijk op zoek naar organisaties die met kinderen bezig zijn. En het is toch wel een tijdje geweest om te kijken van waar kunnen wij toestellen plaatsen. Dat het niet gewoon overal geplaatst kan worden, maar dat het toch wel een stukje beheer en onderhoud aangekoppeld is. Vandaar dat we hebben gekozen voor Stichting APSO die kon garanderen dat dat wel op zijn plaats was. Rinette Giocarto en daarvoor Irene van Dijk van de Lions Club Paramaribo Noord en Paramaribo Feliz. Volgens Marion Stekkel, bestuurslid van APSO, is Abrabroki en omgeving een kinderrijk buurt. De stichting is daarom actief bezig met de jongeren van de buurt door middel van sport- en huiswerkbegeleidingen. Stekkel was zeer onder de indruk van de schenking. Dit is een geweldig initiatief. APSO is voor de mensen, voor de jongeren, voor de kids. En zo frappant is dat de afgelopen periode heeft de commissie bezig geweest om te kijken hoe wij de faciliteit en de kinderen nog meer kunnen ondersteunen. En dit was een van de gedachten. En dat dit nu wordt uitgevoerd, is precies wat we nodig hebben. En we zijn heel dankbaar dat Lions Club het initiatief heeft genomen om ons te ondersteunen met dit project. Marion Stekkel, bestuurslid van APSO, vandaag bij de overdracht van de speeltuin door de Lions Club Paramaribo Feliz en Paramaribo Noord.